Nou, het licht even uit, alsjeblieft. Ja, dankjewel. En even de deur dicht, misschien. Dat zou handig zijn. Maak ik hem snel af. Dit is de evolutietheorie. En dat gaat toch niet om het plaatje, of wel? Het gaat er niet om de... Wat hier wel belangrijk van is, dat de vacht eraf gaat. Dat mag je even opschrijven. In de evolutietheorie van de mens is het dan zo vastgesteld dat het natuurlijk... De aap heeft een vacht, de aapachtige. Dat blijft dan miljoenen jaren daaraan vastgeklapt. Hè? Dus 2 miljoen jaren geleden, dan zijn ze ongeveer zo. Zit er nog wel veel haar op. En dit is bijvoorbeeld 30.000 jaar geleden. Ja. Ja. Ja, dat ze kleding aan gaan trekken. Dat de mensheid in de koude gebieden, dat hebben ze een beetje bedacht, dat ze in koude gebieden gaan wonen. En dat ze dan dierenvellen om zich heen trekken. Dus dat het overbodig wordt. Want dat is gewoon een soort aanpassing. Ja. Is dit het einde? Ontwikkelen we nog bijna? Ja, dat is een goede vraag. Dat zou kunnen. Als wij nog 1 miljoen jaar op aarde kunnen zijn, dan is misschien wat nog wel weer groter geworden. Of we uitontwikkeld zijn, ja, dat kan je niet zeggen, maar het gaat heel langzaam. Hè? Kijk, een mug die bestreden wordt met DDT, met gif, wat leert de mug dan binnen 5 jaar? Resistentie. Ja, dus dan jaag je de ontwikkeling van de mug op. Nou, de mens die zal misschien wel door computergebruik of robotuitvindingen helemaal anders worden. Weet jij, ik weet het allemaal niet. Dat is juist het verhaal waar we mee zitten. Dat heb je echt te danken aan, meneer Charles Darwin. Het hele verhaal gaat natuurlijk om, dat heb ik net verteld, en dat mag je opschrijven, dia 19, is gewoon laten zien wat het probleem is bij de mensheid, of het probleem, of het opvallende, is de hersengroei. Ja? Hoe wist Charles Darwin van die apen dan? Nee, hij wist niet van de apen. Hij heeft de idee van evolutie bedacht. En dat geleerden dit hebben bedacht, dat kunnen ze koppelen aan de leer van Charles Dickens. De structuur bedacht van dat soorten zich ontwikkelen door aanpassing. En dat staat in dit boek. En dat doet hij met vogeltjes en met plantjes en met beesten. En hij heeft de suggestie gedaan dat het met mensen ook zo is gegaan. Maar dit heeft hij nooit kunnen vaststellen. Maar geleerden van nu werken dus eigenlijk in de evolutietheorie. Zo moet je dat zeggen. Heel goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Dankjewel. Daar heb ik wat aan. Nou... dit is een foto van een volkje in het noordelijk deel van Zuid-Afrika. Hier, kijk. Die wonen hier. Daar. Die wonen daar nog. En die worden nu beschermd. Dat is een beschermd volkje. Die mogen leven zoals ze het willen. En mogen niet van hun jachtterrein af worden gedreven. En dat volkje leeft zoals wij dat eigenlijk vanaf 3 miljoen jaar geleden tot... 12.000 jaar geleden gedaan hebben. Namelijk jagen en verzamelen. Dit is een foto uit een National Geographic film. En wat was hier nou de bedoeling bij? Ging een man van National Geographic, een historicus. En een was eigenlijk antropoloog, gedragswetenschapper. Maar ook wel een sportieve jongen. Die zou meegaan jagen met hunnie. Dat was de bite. Ja? Dus op een ochtend, niet op dinsdagochtend of maandagochtend, maar dat doen ze niet aan. Hè? Dat zit ze allemaal niet. Doen niet aan christendom, die doen een beetje aan de hemel in zijn totaliteit. Hè? Zijn gelovig op van alles. Veel gelovige goden, volkje. En die mag je mee. En de camera erop, dit is een foto uit de film. Die heb ik thuis. En die gaat mee. En die gaat mee rennen, 2 dagen lang. Ga eens op jacht, 2 dagen. En... ze beginnen 's ochtends vroeg, dat is nog cool, hè? Gaan ze vast een beetje op een drafje naar de jachtvelden toe. Je ziet het helemaal voor je, ik zie het helemaal voor me, ik zag het ook voor me in die film, ik zie het ook voor me als ik er wel mee zou doen. Die kerel die gaat mee en om 11 uur ligt die man al aan het beademingsapparaat van de filmploeg. Want de mannetjes die gaan zo hard, die hebben gewoon een basistempo wat 30 keer hoger, nou ja, dat is onzin, maar ik overdrijf een beetje, maar dat wat gewoon 2-3 keer hoger ligt als het tempo van een mens uit de Eerste Wereld. Want zij doen dat altijd. Ze hebben water mee, precies genoeg, in soort kalabasjes. En ze hebben voeding mee, wat heel goed is. Dat eten ze, heel smerig vond die man dat, maar zij eten dat. Het is gewoon een gestampte groente met vlees, gewoon kruiden en planten uit het oerwoud. Ja. Loopt dit mensen echt zo krom of is het gewoon... Nee, ze zijn nu op dit moment, ga ik je vertellen. Nee, dat ga ik je vertellen. Nee, let op. De West-Europese man die kan het niet bijbenen.
En hij was best getraind, maar hij beent er niet bij. Na anderhalve dag is hij er ook mee gestopt. En toen kwam het klimax, want zij hadden natuurlijk het wild op oog. En dit is het moment dat zij naar een soort varkentje toesluipen. Een soort stekelvarkentje. Nou, en nu zijn zij stil. Dat is gefilmd. En dan gaan ze buigen en doen ze heel stil kunnen ze lopen. En dan schiet deze man met zijn pijl en boog dat varken door zijn kop heen. Door zijn barst heen. Zo precies op zijn hart. En dat doet hij van 1,40 meter. En als je nou pijl en boog schieten ziet van de Olympische toestand, hoe hebben ze die pijl en boog dan? Toch zo? Hoe schieten zij? Gewoon zo vanuit het midden vandaan. En hij schiet zo die blankman heeft ook geprobeerd te schieten. Die kon geen eens een boom raken op 40 meter. Dat heeft hij nooit gekund. Die mannetje die schiet gewoon raak, zo bam. En ze hadden wat verschillende beesten geschoten. Het laatste wat in die film is dan een varken. Dat varken halen ze de stekels vanaf. Branden ze er vanaf op een vuur. Ze maken meteen vuur en dan branden ze de stekels er vanaf. En dan wordt de 40 kilo zware varken op de rug gelegd van een van hun. En die gaan op een drafje terug. En die lopen gewoon 40 kilometer weer terug met dat beest. En dan s'avonds is er feest en dat deed hij ook al mee. En dan wordt er een soort bier gesopen wat ze zelf maken. En kampvuur en dan gaan ze omheen staan te dansen. En die beesten worden allemaal lekker op het vuur gegooid en de hele stam zit erbij. Zie daar dat je dan 2 miljoen jaar teruggaat. Begrijpen jullie mijn verhaal? Begrijpen jullie wat ik vertel? Dus het bestaat nog, maar dit moet nu beschermd worden. Want als je dit niet beschermt, wat er gebeurt er dan nu mee? Het verdwijnt het, ja. Nou, bijvoorbeeld, er gebeuren gekke dingen, of er zit olie in de grond en dan moeten ze ook weg. Begrijp ik bedoel? Dus schrijf maar op, deze manier van leven is ten dode opgeschreven. Het zal nog een paar, misschien nog 60, 70 jaar bestaan en dan komt er de klad in. Want dan gaat een nazaat van hem misschien ook zeggen, ik wil een tv hebben. En dan is het weg. Vergelijk dat eens met iemand met mensen in Amerika die in de rij staan bij de McDonald's. Hè? Leg het er maar naast, want deze mensen leven in dezelfde tijd, hè? Begrijp een beetje wat ik bedoel? Het vuur, dat gaan we nu doen en dan gaan we nu even sneller verder, want ik wil het afkrijgen. Het vuur. Het vuur, wat kan je ermee doen? Je kunt het vlees ermee garen. Wat levert het dan op? Eiwitten. Kijk ook in de PowerPoint die voor je neus ligt, want daar zit het ook in. Eiwitten. En wat kan je met eiwitten? Dat is daar goed voor. Goed voor de groei van de? Spieren. Maar ook van de? Hersenen, schrijf het op, want dit gaat al niet goed. Ik zie helemaal geen reactie. Bij sommige kinderen zitten gewoon dat niet op te reageren, maar reageer op mij. Probeer het. De hersengroei, maar dat gaat langzaam, hè? Maar dat heeft eiwitten nodig. Met de komst van het vuur ging dat beter. Wat kan het vuur ook geven? Warmte, dat noteer je ook. Wat kan je ook met het vuur? Muggen wegjagen, schrijf het nog op. Nou, nee dus. Maar goed, dat zag ik dus niet. Nee. En daar komen we nu op een punt waar ik dan dus ga zeggen, ja, dat gaan we dan even anders bespreken. Want dat is natuurlijk zoeken naar een grens en dat kun je, ik zou het niet doen. Niet doen. Met vuur kun je ook jagen, toch? Je kunt toch beesten mee bang maken en opjagen? Dus het vuur, dat is ook, je kunt er ook muggen mee verjagen. Wat levert het nog meer, het vuur? Ik heb iets niet hier staan, kom op jongens. Licht, heel goed, noteren en dan zijn we klaar. Er komt ook licht door vrij, dus dan kunnen ze misschien wat makkelijker in de grot bivakkeren. Dan hebben ze enigszins licht als het donker wordt. Dus het vuur, waar is dat voor het eerst gebruikt in beheer? Midden-Oosten, hè? Daar heb ik het over. Ik heb het over dit verhaaltje. Dit is 800.000 jaar voor het eerst, dus 800.000 jaar geleden in het Midden-Oosten, dat dit voor het eerst een stookplaatsje was. Waar ze het vuur echt maakten, bewust voor zichzelf. Oké, nou dit is een samenvattende dia, hier doe ik niks mee, dat schrijf je op. Dit is een samenvatting, dit is een leerdia. Dia 22 is een leerdia. Die kan je gebruiken om wat ik verteld heb, samenvattend even terug te kijken. Dat zou handig zijn als je de les hebt gehad, onthoud je dat wel, kan je de samenvattende dia gebruiken. En dan gaan we naar thema 4. Dia 24. Dit is de verspreiding van de mensheid vanuit het Midden-Oosten en misschien vanuit de Oekraïne naar West-Europa toe. Dat is een proces wat ongeveer 60.000, 70.000 jaar duurt. Dat is het enige wat je moet opschrijven. Het proces van het bevolken van West-Europa duurt vanuit het Midden-Oosten. Dat is hier, kijk. Hier heb je Saoedi-Arabië, hier heb je het Midden-Oosten, hier heb je Europa. En het gebeurt vanuit hier.
Nee, het kan ook vanuit uit de Oekraïne hier naartoe gaan zijn. Maar de mensheid zal er 60, 70 jaar over doen om hier terecht te komen en daar terecht te komen. Vanuit het Midden-Oosten. En de mensheid is hier begonnen, hier wonen natuurlijk ook nog steeds mensen achter. Die zich verder hebben ontwikkeld. Zo moet je het zien. Het is allemaal van dezelfde soort, verspreidt zich. Het gebeurt dus vanuit hier. Dia 25, 24, 25, 26, wil je die aan elkaar koppelen? Zou je dat willen doen? Schrijf je erbij, die zijn allemaal hetzelfde. Steeds weer hetzelfde, even anders benoemen. 24, 25, 26 horen bij elkaar. Dan gaan we even terug naar 25. Het gebeurt vanuit hier. Want hier woonden al een miljoen jaar lang mensen achter. En die wonen er nog steeds. En dan komt hier verspreiding uit vandaan. En dat gaat dan die kant op. Dat duurt ongeveer 70.000 jaar. Nou, ze hebben het vuur dan al, hè, die 100.000 jaar geleden hebben ze het vuur al. De mensen hebben het vuur, dus ze kunnen vlees garen. Dat je dat wel even weet. Dat is sinds 800.000 jaar geleden. Ja. Waarom zouden mensen van het Midden-Oosten naar Europa willen? Dat gaan we nu bekijken. Dat gaan we zo uitleggen. Dat heeft hiermee te maken. Kijk, met het draagvermogen. Dat gaat je uitleggen zo. Ja. Die zwarte stippen, wat zijn dat? Dat zijn vindplaatsen, zijn grotten. Die vallen overeen met grotten. Zijn maar op. De mensen die wegtrekken vanuit hier, wonen bij voorkeur in grotten. Want daar vinden we de schedels. Dat zijn de woonplaatsen en de schedeldata vastgesteld door geleerden die we gevonden hebben. Dus dit is een waterdicht bewezen verhaal. Er zijn nooit schedels ouder gevonden dan 36.000 jaar oud hier in Noord-Spanje. Nooit. Hier 37.000, 38.000 jaar oud. Nooit ouder. Nooit. En dus lopen we achteraan, dat mag je even opschrijven, wij lopen achteraan in het verhaal. West-Europa wordt pas laat bevolkt. Migratie is het eigenlijk, dat mag je, het woord mag je er wel even bij schrijven. Het heet migreren. Ja. Nou, mensen wonen in grotten, klaar, heel simpel. We vinden de skeletten van deze mensen voor, we vinden ook de vuurstookplaatjes voor de grotten. Dat is gewoon zo. In Spanje en Zuid-Frankrijk met name. Ja. En het is dit heel simpel. Dit is geen moeilijke dia 28. Dat is heel simpel. Even samenvatten. Wat is het dan? Wat doen ze dan 30.000 jaar geleden? Nou, dit. Een beetje verzamelen en een beetje jagen en een beetje vissen. Meer doen ze niet. Is het leuk? Kan het leuk zijn? Ja, natuurlijk wel. Heel avontuurlijk is het misschien wel. Dat zou je kunnen opschrijven. Geleerden hebben trouwens vastgesteld dat 30.000 jaar geleden in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk het fantastisch was. Warm, veel wild, veel vissen, genoeg te eten. Is dat goed geweest voor de ontwikkeling van de mensheid? Ja. Ja, dat is een onwijs goede ontwikkeling geweest. Voor de verspreiding van de mensheid. Wel noteren, dan is die mensen ontzettend... Prima dat ze opletten, ik vind het echt onwijs goed. Maar probeer af en toe even wat op te schrijven. Hoeft niet veel te zijn, maar dat je even aanhaakt. En nou komt het verspreidingsverhaal. Dit is een linker. Liefhebber zet je er weer bij, want dat zou op de toets kunnen komen. Dit is echt, vind ik echt uitleg van de archeoloog en de antropoloog, de gedragskundige. Wat gebeurt er nou? Als nou bijvoorbeeld hier, laten we zeggen hier in dit gebied, een stam te groot wordt, een familie te groot wordt, niet meer 10 groot is of 20 groot is, maar 40 groot wordt, wat gaat dat familietje dan doen? Splitsen. En zo werkt de verspreiding. Deze groep blijft gewoon wonen op de plek waar ze woonden en blijven daar gewoon eeuwenlang wonen. Wat te veel is, trekt weg. Jonge mensen vaak, met kinderen en soms ook een opa en oma mee. En er ontstaat een nieuw groepje. En die zwerven weg. Dat noemen we het draagvermogen van het gebied. Want kan het gebied bijvoorbeeld 10 hectare hier 80 mensen voeden van jagen en verzamelen? Kan dat misschien wel niet? Nee. Dus dan moet een deel van de stam het verderop gaan zoeken. En zo raakt eigenlijk de wereld onder de mensen. Zo moet je het opschrijven. Het komt door splitsing van de groep. En dat is echt belangrijk, want dat kan niet anders gegaan zijn. De mensheid vermindert zich en dan worden de groepen te groot. Dan moet er gesplitst worden, want we doen een jagen en verzamelen. Doen we al aan landbouw? Maar nog lang niet. Dus dat moet wel zo, want anders gaan de mensen dood. Er moet gesplitst worden. En het draagvermogen van het gebied is bepalend. En daar bedoelen we mee de voedselvoorziening van het gebied.
De mensen trekken weg naar een nieuw leeggebied. Oké. Dit is de prehistorie. En dat is ook samenvattend. De prehistorie is gewoon geen schriftelijk bewijs. Gewoon geen. Het is allemaal... Het verhaal is bedacht op de skeletten die ik heb laten zien. Verteld. En de schedels die ze vinden. Maar ook op de voorwerpen die ze vinden. Vinden ze vaak een pijlenboog? Wat vinden ze vaak niet van de pijlenboog? De boog, want wat gebeurt daar vaak mee? Ja, het vergaat, ja. Die punten vinden ze wel, want het steen vergaat natuurlijk niet. Pijlpunten vinden ze ook, de pijlen niet meer, ze vinden wel de pijlpunten. Bijltjes vinden ze ook wel in graven en zo, erbij gelegd. Ja. Ja, dit zijn de dingen die archeologen gebruiken. Heel simpel, dia, wat is het? Die 31, we zijn bijna klaar. Al het werk van wat ik verteld heb, dat is het werk van archeologen. Maar nou mag je er wel bij schrijven, dia 31, dat daar wel bij horen wie? Biologen en artsen om vast te stellen of de skeletten wel echt menselijk zijn. Dat moet je wel noteren, want je hebt die kennis nodig. Pas een arts kan echt zeggen hoe het lichaam is. Want hij heeft er verstand van. Of een bioloog, die kan het ook. En ook soms nog wel een historicus om een beetje het gedrag te duiden of zo. Historicus werkt pas vanaf 3300 voor Christus met bronnen, met spijkerschriften, daar begint het mee. Dus die hebben hier helemaal niet zoveel over te zeggen. Dit is archeologie, wat is dat voor soort werk? Wat doe je dan? Is het spectaculair werk? Nee, hoe doen ze dat dan? Wat voor voorwerpen gebruiken ze dan? Ja, een tandenborstel zelfs. Om te zoeken naar iets wat waardevol kan zijn. Vinden ze veel? Ja, ze vinden wel veel. Ja. Oké, en dit is dan de laatste dia van echt het verhaal. En dat moet je ook opschrijven. Dat staat ook namelijk in je boekenverhaal over dit ding. Op een dag is in Zuid-Frankrijk in een grot ontdekt. Dit beest op een landerij van een boer. Die had 3 zoons en die hebben dat ontdekt. En die hebben daar een fotootje van gemaakt. Het is in 1970 ongeveer gevonden. En toen stond Frankrijk op zijn hielen. Binnen de kortste keren zat heel wetenschappelijk Frankrijk in die grot. De grot is nu afgesield. En ze hebben dat beest gefotografeerd. Ze hebben nu afgesield. Zuurstof is eruit getrokken om dit eeuwig te bewaren. Dit stamt uit 33.000 jaar geleden. En wat is het eerste wat van Europa? Het is het eerste kunstwerk van Europa. En waarom is dit kunst? Denk eens na, ja. Het is niet functioneel, dat is heel goed. Het is opgebouwd uit verschillende dieren. Bestaat dit? Nee, dus het is symbolisch, wil je dat opschrijven? Het heeft een symbolische, niet praktische boodschap. Misschien is het wel een onderdeel van een soort stammenreligie. Ze hebben in de grot, het is heel groot. Die grot ligt achter een andere grot. Ze kwamen er bij toeval achter. Op de bodem van de grot hebben ze ook van alles gevonden. Dus ze denken nu dat het misschien een samenkomstplek is geweest voor bijvoorbeeld in het voorjaar of in het najaar als de zon daalt. Om dan bij elkaar te komen in de grot om misschien te bidden in de goden die ze hebben. Ze weten het niet precies, want wat hangt er niet bij? Briefje. Maar één ding heb je wel, je hebt wel de boodschap van de symbolische boodschap. En dan weet je dus dat mensheid ook in die tijd al een kunstuiting kon maken. Dus de mensheid was qua hersenen ver. De mensen van toen praten gewoon met elkaar. Dat mag je wel eens opschrijven. De mensen van 30.000 jaar geleden, ook van 100.000 jaar geleden, kunnen gewoon praten. Die zitten niet te brallen of zo. Kijk, hij bralt nog. Ik heb het over hen, zij praten gewoon. Hun eigen taal. Schrijven ze die taal? Nee, nee, niks, geen letter. Oké. Nou, dan is hij eigenlijk... is niet af. Er komen nog 3 dia's. Ik zit hem nu te... Dat is het laatste wat je moet doen. Dan moet je even thema 5. Dat gaat over de Neandertalen. Dat moet ik vertellen. Het staat ook in je boek. Dus ik moet het even uitleggen. Want anders... Dat is een geheim. Ga maar op. De Neandertaler is een geheim. Daar komt hij. De Neandertaler is een geheim. Wat bleek, in Europa
Dus dat, waar we net waren, hier, in Europa, hier, deze, in dit gebied zijn ook nog andere mensachtigen gevonden. En dat is een groot geheim, wil je dat opschrijven? Een groot probleem voor de archeologie, dat zijn de Neandertalers. Ze hebben de skeletten gevonden van deze gasten, dat moet je noteren, wil jij je stoel op vier poten zitten. Ze hebben de skeletten gevonden van deze Neandertalers. En het zijn andere mensachtigen. En ze weten niet hoe dat in de lijn van 3 miljoen jaar gesplitst is. Dat weten ze dus niet. Hoe dat precies is gegaan. Maar er is een ander soort menstype geweest, ja. Dat ga ik je... Heel goede vraag. En ik ga het nu meteen uitleggen. De Neandertaler, kan je zeggen, was veel zwaarder. Was iets kleiner, maar zwaarder gebouwd. En was ook zwaarder van gewicht. Dat kunnen ze zien aan het bekken en aan het skeletten van het lichaam. Die zijn veel gevonden. En het lichaam van de Homo sapiens is slanker en langer. Maar dan praat je toch nog maar over 1,60 meter, 1,70 meter van de mens. En de Neandertaler misschien 1,50. Het zijn niet heel groot, maar heel breed. En breder gebouwd en zwaarder gebouwd. Wat denken nou de geleerden? Het uitsterven van de mens, want hij is uitgestorven, komt... De Neandertaler komt omdat hij te veel voedsel nodig had. Veel meer dan de mens om zichzelf in leven te houden. En als daar een probleem in komt, ja, dan kan hij niet verder leven. Het laatste skelet van de Neandertaler is ongeveer gedateerd op 30.000 jaar geleden. Daarna verdwijnt dit helemaal. Hij sterft uit. Wat ook gedacht wordt, is dat de Homo sapiens, de mens die naast hem woonde, nou, de Neandertaler hebben uitgemoord. Is dat een vreemde gedachte? Nee. Ja, zie je me dit veel op de tv, dit soort dingetjes? Van, ja, hè? Ik hoef de Tweede Wereldoorlog maar op te noemen, toch? Ja. Mensen zijn agressief. Sociaal agressief zijn ze. Ze werken samen in agressie. En ze hebben misschien de Neandertaler uitgemoord. En wat ook wordt gedacht, is dat de Neandertaler zichzelf slecht kon voortplanten. Dat hij een slecht DNA had. Hij had ook niet het zuivere menselijk DNA, denken ze. En ze kunnen zien aan de botten dat er wat mee aan de hand was. Dan kunnen ze zien aan vlekken op de botten. Dat er wat aan de hand was met de Neandertaler. Het punt is alleen wel, en dat zei ik op het moment dat de laatste dieren, ben ik eigenlijk bijna klaar. Kijk, hier zijn ze gevonden. Wie wonen hier tussendoor? Ja, de mensen. Ik heb toch net die grotten laten zien waar mensen wonen. En de grot verderop woonden misschien wel 4, 5 Neandertalers. En dat kan bedreigend zijn geweest voor de mensheid. Het punt is dat het laatste skelet van de Neandertaler hier gevonden is. 30.000 jaar oud. Daarna is er nooit meer een skelet gedateerd. Dus je kunt echt zeggen dat de mensheid het heeft gewonnen van de... Dat mag je wel opschrijven. De mens is de kampioen. Zijn er nog andere mensachtigen op aarde? Nee. We hebben één mens. En die hebben allemaal hetzelfde soort van... DNA. Allemaal een mensenregel erin. En dan de laatste die juist de overgang naar 1.2. En dan schrijf ik nog één dingetje op en dat is die. Wat hebben wij 99% van onze tijd gedaan? Ja. Jagen verzamelen. En dan begint pas 12.000 jaar geleden de landbouw. Wat bestaat landbouw uit? Akkerbouw en veeteelt. Wat ontstaat eerst? Akkerbouw en pas daarna veeteelt. En dat gebeurt pas... Na een echte opwarming van de aarde rond 12.000 jaar geleden. En daar zit, in die periode zitten we eigenlijk nu nog. Hebben wij met opwarming te maken in onze periode? Wat is opvallend aan onze opwarming die we nu hebben? Ja, maar door wie komt dat, dat het sneller gaat? Ja, dus door toedoen van wie? Door toedoen van wie? Van de mensen. Schrijf het op, dat is de les. Hebben we het begrepen, jongens? Ik vond het leuk dat de vragen werden gesteld. Kijk, dat noem ik echt les. En dit gaat natuurlijk een beetje lang, maar dat doe ik. Ja, ik moet die film hebben. En nou heb ik hem. Ik ben heel blij. Ik hoop dat het goed gegaan is. En dan zet ik ze vanavond op YouTube. Ik ga het zien.